Ja, dank u wel, mevrouw. Oh, dit ziet er lekker uit, jongens en meisjes. Moet je eens even kijken. Lekkere patatjes van de McDonald's. Hé, grappig, hè? Een lekker ijsje. Wat drinken. En een bakje ketchup. Dag, jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag hebben we iets heel speciaals, namelijk de McDonald's keuken. Ja, deze is zo groot dat hij niet in een normale studio staat. En ik ga eens even laten zien wat hij allemaal kan. Dit is natuurlijk de M van de McDonald's die jullie wel kennen. Maar wat is nou zo leuk als je nou restaurantje gaat spelen? Dat ga ik zo meteen met Roos doen. Dan kan je ook echt hiermee spelen. Want je drukt bijvoorbeeld hierop en dan gaan echt de raampjes open. Hé, is dat niet leuk? En bijvoorbeeld kunnen we frietjes gaan frituren. Let op. Die doe ik dan hierin. En dan maken ze echt geluid. Of als je bijvoorbeeld zegt, nou, u wilt een lekker colaatje. Dan kan je die zo maken. Hé. Hey. Leuk, hè? En als bijvoorbeeld de patatjes klaar zijn, dan haal je ze eruit. En kijk eens. Dan doe je ze zo in het zakje. Net als bij de echte McDonald's. Leuk. En wat heb je nog meer? Je hebt hier ook nog een echte kassa. Dan kan je bijvoorbeeld zo... Dat zoveel euro kost het dan. En dan... En zo reken je af. Kijk, dan hoor je ook zo sissen op de plaat. En dan kan je zo de hamburger omdraaien. En dan kan je een lekker hamburgertje bakken. En als dan het hamburgertje klaar is, dan kan je zo het hamburgertje opdienen. Met de lekkere patatjes. Beetje cola. Een ijsje. En een lekker sausje erbij. Hé, hey, ziet dat er niet leuk uit? Gaaf, hè? Nou, kom, dan ga ik nu met Roos. Gaan wij eens dit even spelen hoe het zou zijn als je bij de McDonald's werkt. Gaan jullie meekijken? Kom. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag hebben we een speciale video. Namelijk een keukentje van McDonald's. En dit is anders dan jullie van ons gewend zijn, want deze is zo groot, deze keuken, dat we niet in de studio op konden nemen. Dus zitten we in de kamer van Florien en dan gaan we eens even het McDonald's keukentje aan jullie laten zien. En wie zit daar achter de keuken? Roos! Hé, hey, Roos! Ja, jongens en meisjes, Roos doet ook even mee. Dan gaat zij laten zien hoe de keuken van de McDonald's werkt. Nou, kom, laten we snel kijken. Kijk eens even, jongens en meisjes, dit is toch een mooi keukentje? Oh, Roos is een beetje aan het schoonmaken. Ja, maar dat moet wel mooi schoon zijn. Nou, dan wil ik eigenlijk wel wat bestellen. Oh, dag mevrouw. Ik wil wel graag patatjes kopen. En ik wil ook wel graag een colaatje. En ik wil ook wel een ijsje. En ik wil het graag hier opeten. Wilt u het op een bordje leggen? Ja, doe maar. Dienblad, ja, lekker. Ja, lekker. Doe maar ketchup. Goed, dus ketchup. Lekker. En dan drinken nog erbij. Oh, lekker. Oh, wilt u het met een glaasje en... Ja, een beetje is goed. Ja, zo'n beetje is goed. Nou, wat lekker. Dank u wel. Ja, dank u wel, mevrouw. Oh, dit ziet er lekker uit, jongens en meisjes. Moet je eens even kijken.
lekkere patatjes van de McDonald's. Hé, grappig, hè? Een lekker ijsje. Wat drinken. En een bakje ketchup. Nou, leuk, hè? Meneer, dat is 55 cent. 55 cent. Nou, toevallig heb ik dat hier. Kijk dus even. En 55, alstublieft. Tot ziens. Oh, je moet nog rekenen. En dan de balletje ernaast drukken, die knopje. Oké, tot ziens. Heb je een vorkje erbij? Oh ja, een vorkje is wel handig. Dankjewel. Alsjeblieft. Nu gaat de winkel dicht. Ja. Doei. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Wil u nou een berichtje ontvangen als er weer een nieuwe video is? Abonneer dan op ons kanaal met dat ronde knopje hier beneden. En dan krijgen jullie gratis automatisch een berichtje als er weer een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!